Een hond kun je van alles leren. Vooral als je hem beloont met iets lekkers nadat hij iets goeds heeft gedaan. Het is wellicht een gekke vergelijking, maar met mensen werkt het principe net zo. Belonen werkt beter dan straffen. Het heeft minder nut om medewerkers die stevig te laat komen te sanctioneren, in plaats van ze te stimuleren om het juist beter te gaan doen. Dit principe is heel belangrijk als je als management of HR-afdeling bepaald gedrag van werknemers wil veranderen. Als we niet helder zijn in wat we precies bedoelen, dan kom je niet uit op de plaats van je bestemming, sprak een consultant laatst poëtisch. Maar aan welke knoppen moet je draaien waardoor medewerkers niet alleen iets doen omdat het moet, maar ook omdat ze het willen? Een belangrijk deel van dit geheim zit in incentives, zoals het ook wel in managementjargon wordt genoemd. Je gebruikt een beloning om bepaald gedrag te beïnvloeden, en vaak werkt dat heel goed. Je kunt bijvoorbeeld een taart beloven voor de afdeling die met een medewerkersenquête de hoogste respons heeft. Overigens moeten incentives wel in verhouding staan met de tegenprestatie. Anders valt de compensatie onerevenredig hoog uit en dan loop je aan tegen integriteitsproblemen en bij de ontvangers. Critici menen dat het werken met incentives of beloningen gewoon een vorm is van omkopen. Maar dat zie ik toch anders, het is echt bedoeld om goed bedrag te belonen. En als dat goed gebeurt, kan het helpen bij het doorvoeren van grote veranderingsprocessen. Net zoals dat werkt bij honden. Op de hoogte blijven van ander nieuws rondom haar en salaris. Volg ons op Twitter of bezoek onze website.